Jeroen Blijlevens was deze middag de speciale gast in het Oranjehuis, waar hij vertelde over het dameswielrennen. Groot was de belangstelling eerlijk gezegd niet, maar Blijlevens kon toch zijn verhaal kwijt. De boodschap overbrengen van het dameswielrennen is iets wat Blijlevens in de afgelopen jaren vaker deed. Nou, ik zit nu 3 jaar natuurlijk in het dameswielrennen, of daar ben ik in ieder geval bij betrokken. Dus dat is logisch dat er wat vragen over komen natuurlijk. En hier bij het WK, wat heb je de mensen een beetje kunnen vertellen? Nou ja, ze hebben in ieder geval ook gevraagd over afgelopen zondag wat daar mis is gebeurd. Ja, ook waarom Marian niet rijdt vandaag. Ja, weet je wat de favorieten zijn. En, ja, verder komt het toch een beetje op hetzelfde neer als bij de man natuurlijk, hè, een tijdrit. Maar merk je ook dat het vrouwenwielrennen in Nederland nog een onontgonnen gebied is, toch? Ondanks de successen. Ja, maar aan de andere kant denk ik dat Nederland toch wel het meest geaccepteerd en gewaardeerd wordt. Veel meer dan de andere landen. Natuurlijk omdat Nederland, de Nederlandse dames er een rijke historie heeft natuurlijk. Aan wereldkampioenen en ja, grote rensters. Jij neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van de vrouwenploeg met pijn in het hart. Nou ja, ik heb 3 hele mooie jaren gehad en ik denk dat we als ploeg zijn in 3 jaar tijd iets moois neergezet hebben. En ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad. Alleen nu komt voor mijzelf ook natuurlijk een stap voorwaarts in mijn carrière. Want je gaat naar de mannenploeg, hè? Mooie uitdaging. Ja, mooie uitdaging. Het is natuurlijk een stapje hoger. Ja, dus de keuze was niet moeilijk, maar nogmaals, ik heb 3 hele mooie jaren gehad. Was de vraag niet was gekomen om naar de profs te gaan. Nou, dat volgend jaar gewoon met alle plezier bij de dames aan de slag gegaan. En als straks Marianne Vos in de wegwedstrijd nog iets moois neerzet, straalt het ook op jou af? Ja, dat wel, maar ik heb afgelopen zondag mijn laatste wedstrijd gedaan als ploegleider bij de dames. En jammer dat het zo is afgelopen, maar helaas.